Goed op kijkers, tof jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben vandaag in mijn eentje. Straks zal Marciano ook al komen. Dus wees daar maar niet bang over. Mijn facecam komt er echt aan. We hebben hem al thuis liggen. Ga dan even naar de start, hè? Ja, is goed. Doei. Ja, en dan gaan we nu even een potje starten. Dus daar wachten we dan even op. Dus ik ga nu even in mijn eentje Fortnite. Ja. Ik hoop dat jullie veel plezier gaan hebben met het kijken. En dan gaan we nu een potje starten. Oké, okay. Pistol eliminations, shotgun eliminations, sniper rifle eliminations. Een half uurtje krijg ik een nieuwe. Oké. Okay. Over een half uurtje krijg ik dus een nieuwe daily object. Zoals jullie zien, ik heb maar 100 V-bucks. Ik zal jullie straks ook laten zien hoe je aan die dingen komt. Of in een aparte video kan ook. Ik laat het wel een keer zien in de Save the World video. Koud. Oh ja, ik kan maar 3 daily objects. Als ik nou snel die pistol eliminations voltooi. Dan heb ik zo meteen dinges. Weer een nieuwe. Moet binnen een half uur gedaan zijn. Oké. Okay. Challenge. Nou, het hoezo zijn sneller als mij. Oké, okay, we zitten dus in de bus. Waar van? Daar denk ik. Nee, ik weet niet meer. Dan ga ik hierheen springen. Oh, weer die kant op. Wacht. Oh nee, ander doelwit, ander doelwit. Dat groot stuk met bos daar. Dat noem ik het spookhuis. Daar is echt meestal super goede loot. Behalve als iemand anders toch ook gaat landen. Weet je wel. Ik heb de glider, jullie weten waarschijnlijk al. Ik heb ook de umbrella, alleen de founders glider stond er opeens tussen, dus ik dacht, oh, pak die even. Oké, niemand is er. Nice! Ja, of iemand is hier al naar binnen gerend. Yep. Ik moet nu echt een wapen hebben. Kogelschoten. Ik heb nog geen wapens en bij mij in de buurt schoten al mensen. Ah! Wow. Hij stond in mijn rug. Wat een naaierd. Oké, ik krijg even clans, maar kom je voor nooit. Hallo? Echt niet? Download het dan. Download dat. Omdat dat een leuk spel is. Iedereen speelt dat bekant tegenwoordig. Ja. Ik kan online nou. Dat is een spel die letterlijk nu in de mode is. Iedereen speelt het. Nou, ken je H1Z1? Oh ja, dit is eigenlijk een soort H1Z1. Alleen dan veel nepper en dan op de PlayStation. Yep. Fortnite. Ja. Het is echt een leuk spel. Hey, heb jij de toestand dat je stem wordt gedeeld? Heb je die aanstaan?
anders kunnen mijn kijkers jou namelijk niet horen. Jongens, ik ga een YOLO doen. Ik ga naar de boerderij. Ik ben namelijk aan het opnemen voor YouTube. Ik kan hier ook heen gaan, alleen dat doe ik niet. Ja, gewoon Fortnite. Ja, gewoon alleen Fortnite. Ja. Dat is hem. Dan kan je ook Save the World, alleen dan moet je erbij kopen. Maar Save the World is echt... Ja, dat, als je dat koopt, dat is kei leuk. Maar ik zou het niet gaan kopen. Ja, bullets. Precies wat ik niet nodig had. Ik zag hier een wapentje in zitten. Kan lang duren. Ik speel heel even Clash of Clans. Ja, dat maakt niet uit. Kan je tenminste een keer met me meepraten even? Ben ik hier nou letterlijk in mijn eentje? Ja. Hit het. Mijn phone. Kijken. Wat kan ik nu zeggen? Man down. Ah, hij had hier niet achter gekeken. Wat is het voor spel? Dat is gewoon een overleefspel. Nee, gratis. Hij is gratis. Ja, kijk dan, het is gratis. Oké. Hoppa. Echt een poepwapen. Ik ga hier de villa in. Ik hoop dat er niemand binnen zit. Want ook al zit hier iemand binnen, weet je wel. Ja? Nee, ik ben even tegen mijn kijkers aan het praten. Ik ga gewoon zo. Ik hoor hier een kissie. Dus dat betekent dat hier nog niemand is geweest. Ja, ofwel. Alleen hij is de zolder vergeten te looten. Kist. Kijk, ik kan hier gewoon door de muur heen kijken. Shit! Hij moet sowieso bijna dood zijn. Wees bijna dood. Wat? Hoe dan? Of hij had 100 shield, of hij had 50 shield. Of hij had 75 shield, of ja... Of 25. Oké. Ik ga nu nog één potje. En over 20 minuten moet ik iemand geëlimineerd hebben met een pistool. Oké. Ik speel maar dit potje speel ik nog en dan ga ik stoppen en dan wachten tot hij klaar is met zijn update. Ik bedoel met downloaden. En dan
Cassie, Kernel. Wat een nietsnutje, hoor. Ik ga eens een YOLO doen en op het Loot Lake. Kijk, iedereen er ook uitspringen. Er gaan meer mensen heen. Oh nee. Dacht er niet, vriend. Pak deze. Als er een kist op zit, pak ik deze. Oké, er zit geen kist. En hier wel. Ik hoop dat ik er hout of metal of zo uit krijg. Hé, mijn wens komt uit. Alleen ik ga het nu niet gebruiken. Ook al heeft er iemand een sniper. Dat is gewoon irritant, want dan sta je daar met bouwen. En dan schiet hij je door je hoofd. Daily object. Ik moet niet rustig doen. Oh, hij is beneden. Gotcha! Gotcha, bitch! Deed expres met de handgun. En waarom ik dat deed? Omdat hij me anders had gekild. Ja, nee. Omdat ik dan daily object tenminste had gedaan. Ik vertrouw het soms gewoon niet. Zo wil ik meteen mijn wapen in mijn hand hebben. Auw! Wat deed ik? Oh, er moet nu een sniper zijn, hè? Ben ik dood. Ja, of hij is zo scheef en... ja, en hij raakt me niet. Dit kan ik wel doen. Beter zo gaan. Kijk, dit moet je nooit doen. Je moet achter elkaar, je moet altijd knoppen dan in gaan houden. Koren erop. Daar. Dat betekent dat de cirkel daar zo meteen heen gaat.
1-0. Daar staat de cirkel. Maar de storm komt eerst. Ik ga die cirkel looten, vriend. Ik bedoel die ding. Ik moet alleen nog even 10 hout meer hebben. Zet ik tenminste safe. Of metal. Nou, dan had ik echt 40 metal, dan wil ik echt blij zijn. Oké, ik kan dus 2 muren van metal en 2 van hout. Nice. Is je nou al geland? Dat moet wel. Oké, over de heuveltje en hij staat er. Huh? Waar is hij nou? Hij moet hier ergens zijn. Waar is dat ding? Oh, bijna dood. Vind je het leuk? Wat? Van waar? Van waar? Oh, ik zag hem helemaal niet. Dat is nou weer jammer. Nou, maar kijkers, dit was de video. Ik hoop dat jullie genoten hebben.